Dit is de tuin. En dat is papa. Zeg maar hallo. Doeg. Doeg. En wat heb je vandaag gedaan? Niks. Vanochtend dan? Oh nee. Jawel. Wat heb je vanochtend gedaan? Wat heb ik vanochtend gedaan, hè? Ja. Gefietst. Gefietst, ja. Om 8 uur of om 9 uur. Ja. En wat heb je voor vaderdag gekregen dan? Een lees. Laat eens zien. Hè? Wat je gekregen hebt. Ja, ligt eens binnen. Moet ik, nee, hij zit op je pols. Hè? Hij zit om je pols. Deze, ja? Andere pols. Junior for Energy. Nee, andere pols. Horloge. Mooi, hè? En die mooie lichtbed natuurlijk niet te vergeten. Waar mama nou even op gaat doen. Hi. 1, 2, ready, go! L-O-V-E, it's a mystery. Hey! No! Moet je die kleine daar eens uithalen, tussen die, net na die bocht? Nee, wacht. Welke? Die kleine, zie je die kleine? Net voor de bocht. Deze? Nee, die aan de rails zit. Aan de baan. Deze? Ja, die moet je er even uithalen. Die hoort hier tussen. Ja, moet die er ook uit en daar ook een langere tussen. En dan kom je daar ook beter uit. Oké. Die moet eruit. Dan. Soms zie ik wel de papa van vroeger en dat is eigenlijk... Dan is het gewoon de oude papa. Een actieve vader die over met kinderen doet en zo. Een gas. Ik moet goed uit mijn handen in weghalen, hè. Nou, is dat leuk of is dat niet leuk? Ja, die is ook een goeie. Dat is een goeie. Die gaat er ook veel te snel. Kijk dan, kijk dan, kijk dan. Komt-ie. Hé, stuur je mijn auto weer. Vroeger werkte mijn vader voor de NS als conducteur. En dat ging altijd wel goed. Maar na 25 jaar was hij opeens arbeidsongeschikt. Dat hij zeg maar niet meer kon werken omdat hij ziek is. Soms is hij best wel afgeleid of gewoon echt één dag dat hij echt helemaal de draad kwijt is. Dat hij helemaal niet meer weet wat hij moet doen en welke dag het is. En hij zou eigenlijk elke dag in de agenda moeten kijken, maar dat doet hij eigenlijk ook niet. Dan doet hij niks eigenlijk. Of gaat hij op de bank liggen of zo. Of slapen. Hij gedraagt ze soms wel vreemder dan vroeger. Als het heel warm is, dan neem ik wel een vriendje of zo mee naar huis. En dan zit mijn vader opeens in zijn onderbroek in de tuin. Dan vergeet hij soms gewoon een zwembroek aan te trekken of zo. Doe het eruit. Ja. Vroeger was mijn vader altijd mijn voorbeeld. Dus ik wou ook conducteur worden. En ik wou alles kunnen wat hij deed. Omdat ik altijd dacht van, ik kom uit hem. Dus dan zou ik dat ook wel moeten kunnen. Dus hij was zeg maar een held. Ik weet niet of je het held kan noemen, maar... Ja, eigenlijk wel een held.
Er zit alvast een glaasje water voor jou op tafel. Voor medicijnen. Oh ja. 'S Ochtends help ik altijd met het ontbijt klaarzetten. Want als ik dat niet zou doen, zou papa alleen... Dan zou hij gewoon aan tafel gaan zitten met alleen het brood en beschuit en verder niks. Papa, heb jij de kruisli gepakt? Heb ik? Kruisli. Muesli. Mijn vader heeft Alzheimer. Dat is dat je hersens slechter functioneren en dat je snel dingen vergeet. Ik zie het eigenlijk zelf als een insect die klaar staat om alles op te eten wat bij hem binnenkomt. Wat hem te binnen schiet, zeg maar. Of wat er gezegd wordt. Een beetje veel. Misschien is het als een labyrint waar je wel in kan, maar niet uitkomt. Dat je gewoon niet weet waar de uitgang is. Of dat iemand je een vraag stelt waar je het antwoord niet op weet. Moet pinnen met de SNS. Wie zegt dat? Het staat erop. Oh. Shit, we moeten de lege fles ook nog inleveren. En die hebben we meegenomen. Niet? Oh, nee. 1 boerengranenbeschuit. Ik ga meestal mee boodschappen doen. Want anders neemt papa de verkeerde dingen mee. Boerengranenbeschuit. Kom maar dat noteren. En appels. Nee, kijk, Jannik. Nummer 1 en... Ja, Elstar. 1 en wat? Hé? 1 en wat? 1 en wat? Wat in wat? Welke? Ja, ik zit even te kijken, jongen. Ja, doe maar. Jona Gold. Nee. Appelpink. Nee. Elstar. Wat? Elstar. 16. Hier beschuiten. Hè? Beschuiten. Gewoon de plakjes, hè? Waarin? Ham ligt daar. Daar, hè? Even checken of je alles hebt. Ja. Beschuiten zitten erin. 5. Ham en boterhamworst zitten er ook in. Kropsla en 3 tomaten. 1000 heb ik een kilo genomen. Yoghurt, vla. Hier staat 750 gram bakken. Ik heb, ik heb 1 kilo. 2 melk is er. Bananen, 5 druiven, 5 appels, mozzarella, appelmoes en hazelslag. We hebben alles. Ja. Misschien nog brood of zo. Of een lekker toetje. Laatst wist hij ook 1 keer pincode niet meer. Ja. Als het goed is, doe je het. Ja, ik doe het. Oh, mooi, hè? Dat is een vergeet mij nietje. Ja. Dat vind ik echt een rare naam voor een plant. Hou je het nog? Even denk, ik geef het niet zomaar op. Mijn vader die heeft een oldtimer en die heeft hij al bijna 23 jaar. Een van papa's grootste wensen is dat hij mij nog een keer ziet rijden in zijn oldtimer. Lukt het, Jannik? Ja. Dat valt mij niet. Toen hij 13 was, toen werkte hij bij een autogarage. En dan leerde hij allemaal auto's van binnen en van buiten. En dan kon je dat ook wel zien wanneer we de oldtimer gingen maken. Dan weet hij eigenlijk waar elk moertje en schroefje moet. En dat weet ik zeg maar niet. Dus dan is hij echt de leider of de vader. Die dat dan voordoet voor zijn hulp of zoon. Gosje, mensen. Mag ik de jus? Maar de aardappels. Anderhalf jaar geleden kregen we te horen dat mijn vader Alzheimer heeft. Eigenlijk was het een soort van knap bovenop voor ons allemaal.
van mijn moeder is er een vierde kind. Dat mijn vader die ziekte heeft. Een extra zorg. Ik ben klaar. Maar jij eet gewoon uit de beker? Wat? Ja. Jij eet gewoon uit de beker? Ja, ik hoef dat er niet. Weet je wat ik vanmorgen heb gegeten? Keep your things in a place meant to hide. I know they're there somewhere, and I know that's where you'll go tonight. I'll be thrown over just like before. Eigenlijk denkt iedereen dat hij gewoon normaal is en zo. Van de buitenkant kan je eigenlijk nooit wat zien. Ik praat soms wel met sommige mensen uit mijn klas, maar niet met mijn hele klas. Ik wil het eigenlijk gewoon niet dat ze het weten, want anders ja, dan hebben ze gewoon meelijden. Dat wil ik gewoon niet. Het erge eraan is dat je dan anders wordt behandeld dan andere mensen. Ik heb gewoon stuk voor stuk aan al mijn vrienden verteld. Die weten het ook wel wat er aan de hand is. Jongens, vakantie! Van drie? Ja. Ik haat dat vak. Valt me toch nog meer eigenlijk. 5,5 uur 6, hè? Je moet je best doen, hè? Of niet? Ja. Ga je dat doen? Ja. Dan mag je nooit in de Toyota Celica rijden. Jawel. Mama heeft het al gezien, hè? Nee. Ga me gewoon kapot scheuren, hoor. Ja. Ik denk dat omdat ik slechte cijfers heb, dat het half komt door het gedoe thuis en half komt door mezelf, zeg maar. Voor jullie drie speelt Chris. Chris, daar zijn twee jongetjes. Die zijn zo groot als Wesley Sneijder, maar die voetballen ook als Wesley Sneijder. Ik wil ze niet bij het doel zien. Yo. Luister, die jongens waar we tegen gaan spelen, ze zijn beter als jullie. En we gaan verliezen. Laten we daar even direct van uitgaan. Maar laten we het zo, alsjeblieft zo moeilijk mogelijk maken. Gaan we ervoor? Ja. Aan de slag. Ik praat helemaal niet met mijn voetbalteam over mijn vader. Mijn voetbalteam weet het niet eens. Yeah! Kijk, Chris! Hou binnen, Chris! Hier! Jezus! Jij lekker dagje, hè? Oké, Janik. Goed, Janik. Neem ze mee. Neem naar buiten, Janik ook, hè. Goed zo. Dank, man. De laatste twee hebben corvée. Ja, en nu naar de auto. En ook naar de auto, hoor. Mijn knie. Je knie? Ja. Waar moet je naartoe dan? Rennen. Nu doet het zeer. Nu doet het zeer, maar... Oké, nu niet meer. Nou niet meer? Nee. Ik kan mezelf vasthouden. Laat me eens los. Zo langs, zo dicht ging je. Laat je er maar heen. Ja. Ja. Dus je hebt mazzel dat 3-3 is geworden. Vroeger, toen ik nog in mijn moeders buik zat, zeg maar, toen dacht ik dat ik een meisje werd. En toen kwam ik er dus, zeg maar, uit. En toen sprong hij zowat een gat in de lucht. En ik denk dat dat dan een goede band heeft gebracht dat hij toch nog een zoon had of zo. Vroeger was hij eigenlijk wel zo'n vader die altijd voorop ging en zo. En die alles wel wist, welke kanten wel moesten en zo. En nu is dat eigenlijk gewoon een beetje vervaagd of weg. Komt u maar. Lekker, Janik.
We gaan naar Thailand deze zomer. Ze zeggen dat dit wel de laatste grote reis is. En het begint te regenen. Ja, ik zie het. Als jij de stofzuigenoos pakt, ik vind hier ook nog schoonmaakspul. Hé. Hey. Hé? Ja, dat heb ik, dat heb ik nodig. Als jij de auto gaat poetsen, kom mee. Het zal wel moeten als ik hem overneem. Overneem? Denk je dat ik binnenkort al doorga? Nee, dat zeg ik toch niet. Maar ik zeg dat ik hem binnenkort of over een paar jaar overneem. Oh. Deze mag echt in de prullenbak. Nee, die kan er wel gebruiken. Zuinigheid met vleiden, hè, Jan? Dat is helemaal vies. Dat moet je nog leren. Nee, maar dat is juist poetspul, hè? Waarom wil je alles houden? Lukt het, jongen? Moet ik helpen tillen? Nee, toch? Nee, als jij dat stopcontact nou eens daarbovenin wil. Oh. Dus ik mag ook nog wat doen. Knipperlicht. Pak die zeen dan. Ja. Ik zal hem zien pakken. Ligt in de Volvo. Volgens mij heb ik daar geen sleutel van. Wacht, die ligt wel binnen. Waar zijn wij nu? We zijn in de Thailand. Nee, helemaal niet. We zijn nog op Schiphol, jongen. Aan de rechterkant. Rem. Oh, zo schattig. Yo, pap. Hey, papi. Oké, heel goed, heel goed. Vaai hem maar in. Alexander, wat zou je man? We waren wel één keer kwijt. Toen waren we op het strand, toen moest hij naar de wc en toen kon hij het niet meer terugvinden. Het ging juist net de verkeerde kant op. Dat je maar twee wegen had. En dan moesten we best wel lang naar hem zoeken. En hij zat op het resort naast het onze. Toen liep hij gewoon weer terug en toen zei hij allemaal dingen. Sorry, ik wist niet welke kant ik op moest. En hij zei ook wel dat hij er niks aan kon doen en zo. Wow! Jij bent dood, nee, drie keer dood. Jij hebt twee keer gekend. Oh. Ja, ik spreek wel de waarheid. Kom maar, Jannik. Ik ben er al. Oh. Yes. Zit ik er goed. Wat heb je? Ik zei, ik heb geen droomnacht meer. Ik vind het ergste ervan dat iedereen dan medelijden wil hebben of zo, of gaat hebben. Maar jullie hebben dat juist helemaal niet, want jullie doen gewoon normaal. En dat vind ik juist fijn dat je niet opeens helemaal rekening houdt dat je helemaal anders gaat doen tegen die persoon dat je al deed voordat je het nog niet wist. Nee, daarom. Ja. En dat wil ik dan juist zo houden. Wat dat betreft is het wel fijn dat je er dan niet zo aan denkt, zeg maar. Goed dat je het ook uit je hoofd kan laten. Ja. Het zou ook niet fijn zijn als je de rest van de tijd ermee zit de hele tijd. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, want dan heb je zoiets van... Daarom vind ik skate ook zo leuk. Ja. Gewoon even niet aan denken. Ja, dat is ook de reden waarom ik eigenlijk ben begonnen met skaten. Dat is relaxed, hè?
Meestal ben ik degene die de tomtom instelt. Mijn vader staat nooit zo goed in. Mijn moeder zegt dat het door de ziekte komt, maar volgens mij is dat helemaal niet zo. Hij is gewoon nooit zo technisch geweest. Nou, 200 meter blijft de weg volgen. Vervolgens bereikt u uw bestemming. Ik heb dit allemaal al gedaan. Ik heb dit allemaal al gedaan. Ja, oké. Okay. Dan doe ik dit nog even een stukje. Dus jij gaat hier zo naar de voorkant. Dit ook allemaal? Ja, dit heb ik allemaal al gedaan, ja. Okay. Dan ga ik naar de andere kant. Ja, jij moet naar de voorkant. Ik ben nu 13. En dan mag ik over 5 jaar ongeveer in die auto rijden. Als ik vroeg mijn rijbewijs haal. Ik had eigenlijk zelf de afgelopen dagen bedacht dat ik misschien op mijn 16 al wou beginnen met auto rijden. Maar ik dacht, dan moet ik wel heel goed sparen met geld en zo. Mama zegt dat hij naar een huis gaat voor Alzheimer-patiënten. Ik weet niet wanneer. Zijn droom is nog wel dat hij mij ziet rijden in die auto. Dus ik hoop dat, of hij hoopt, dat hij dat dan nog te zien krijgt. Ik denk nog wel dat hij dat te zien krijgt. Ik ben Jannik, ik ben 19 jaar en ik zat in de serie Bikkels.
Moet je die kleine daar eens uithalen, tussen die, net na die bocht. Nee, wacht. Welke? Die kleine, zie je die kleine? Net voor de bocht. Deze? Nee, die aan de rail zit. Aan de baan. Deze? Ja, die moet je er even uithalen. Het gaat allemaal goed met mij. En, ik heb een heel lief vriendinnetje. Maud heet ze, ze komt hier ook uit Hengelo. En ze is ook 18 jaar. En ik doe nu de opleiding manager onderneming horeca niveau 4 in Almelo. We hebben vorig jaar de kans gekregen om een fulltime stage te gaan doen. En ik heb er gekozen voor Maastricht. Omdat het is een hele fascinerende stad. Ik ben er nog nooit geweest. En ik ben nu uitwonend. Dus dat is voor mij ook een hele nieuwe weg. Er zit alvast een glaasje water voor jou op tafel. Voor je medicijnen. Oh ja. 'S ochtends help ik altijd met het ontbijt klaarzetten. Want als ik dat niet zou doen, zou papa alleen. Dan zou hij gewoon aan tafel gaan zitten met alleen het brood en beschuit en verder niks. Mijn vader heeft Alzheimer. Dat is dat je hersens slechter functioneren. En dat je snel dingen vergeet. Ik zie het eigenlijk zelf als een insect die klaar staat om alles op te eten wat bij hem binnenkomt. Wat hem te binnen schiet, zeg maar. Of wat er gezegd wordt. Ja, met mijn vader gaat het nu wel heel erg slecht. Omdat hij is 3 jaar geleden is hij uit huis gegaan. Ik weet het nog wel heel goed. Hij is uit huis geplaatst op de dag dat ik mijn diploma kon ontvangen. Het ging eigenlijk wel als een flits voorbij. 'S ochtends moest ik naar school om nog dingen op te halen en ondertekenen en boeken inleveren en zo. En toen hebben mijn twee zussen en mijn moeder hebben hem helpen verhuizen. En we hadden op een gegeven moment het idee om een foto van onze voordeur op zijn kamerdeur te plakken. Dus mijn moeder had een poster van de voordeur laten maken en die op zijn deur te laten plakken, dat hij alsnog wel enige zin van herkenning had. Maar hij had er zelf, voor mij had hij het zelf allemaal niet op een gegeven moment zo erg mee door. Mijn vader die heeft een oldtimer en die heeft hij al bijna 23 jaar. Lukt het, Yannick? Ja. Volgens mij niet. Zijn praatvermogen is niet meer zo heel goed. Je kan hem niet, hij praat niet echt meer. Het is soms dat er nog een keer een woordje heel erg vaag uitkomt. Dat het misschien dat woord is wat je denkt, maar ja, het is ik zie, ja. Misschien hard om aan te komen, maar voor mijn eigen doen is mijn vader nu al gewoon overleden. En het is niet om het, in principe dat hij is er natuurlijk nog wel, maar ja, het is eigenlijk gewoon een, het is eigenlijk alleen nog zijn, ja, het is nu ook niet echt meer communicatie of zo waar dat komt. Dus eigenlijk voor mij heb ik het al, ja, deels afgesloten. Mama zegt dat hij naar een huis gaat voor Alzheimer-patiënten. Ik weet niet wanneer. Zijn droom is nog wel dat hij mij ziet rijden in die auto. Dus ik hoop dat, of hij hoopt dat hij dat dan nog te zien krijgt. Ik denk nog wel dat hij dat te zien krijgt. Helaas heeft mijn vader me niet meer in zijn auto kunnen zien rijden. Maar dat vind ik wel mooi. Ik heb in vorig jaar augustus heb ik mijn rijbewijs gehaald. En ik vind het nu heel erg leuk om gewoon te rijden en zo. En ik doe het ook heel erg vaak. En ik vind het geweldig, zeg maar. En toen gingen we op een gegeven moment naar mijn vader. Hij zat toen nog in Enschede. En
ik had natuurlijk iets om te laten zien, dus daar was ik heel erg tevreden over. En ik dacht van... En dus toen kwam het een beetje... Dus toen zei ik, ik heb mijn rijbewijs en ik liet mijn rijbewijs zien. En toen, ja... Ik denk dat dat ongeveer echt... Denk ik wel een van de laatste keren is dat er echt een beetje... Een face-to-face reactie afkwam, denk ik. En dat hij zei van, ah, mooi. En toen pakte hij ook mee, of, het rijbewijs op en toen... Toen moest hij wel echt glimlachen en toen, ja, dat was wel heel erg mooi. Oh, oh.